buitenlands bezoek, bijzonder bezoek, burgemeester van Maasakkers en zijn vrouw ook heel hartelijk welkom. Ik heb geen huishoudelijke mededelingen meegekregen, dus wat dat betreft ga ik dus overal om delegaten uit te nodigen, want die doet alles aan elkaar sinds jaar en dag. Wat dat betreft mag delegaten uit nou naar voren komen en kapel goed zat, die begint met de buurtmars en dan kan het beginnen. Onze burgemeester en zijn echtgenoten, de heer en mevrouw van Maasakkers, welkom te heten. De muziek wordt als van ouds verzorgd door onze kapel. De artiesten zorgen voor het spel. Alle talent is weer van eigen grond. Het programma is afwisselend en bond. En gezien de snelle verkoop van de entreebewijzen zijn we gaan beseffen dat we de kijkcijfers van Big Brothers misschien wel overtreffen. Nog één ding van huishoudelijke aard, voor iedereen en allemaal, er geldt een rookverbod ter bescherming van de deelnemers en veel bezoekers de hele avond in deze zaal. Ook hebben wij gehoord dat jullie gaan staan en klapt als de artiesten het podium opkomen en weer gaan. We gaan snel met het programma beginnen, want alle deelnemers zijn binnen. Als eerste zijn de dansmariekjes aan de beurt. Er zijn er een heel stel bijgekomen, heb ik gehoord. De hoofdleiding heb ik ook gezien. Er zijn Mieke en Ien. De showdans, die Lonneke, Ellen, Jolie, Jenny, Yvonne, Joyce, Doris, Anke en Ingrid hebben ingestudeerd, hebben ze van Suzanne en Noortje geleerd. Vertolkten zij allerlei types in het verleden. Vanavond besluiten ze als de Spice Girls op te treden. Ze hebben de dans goed onder de knie en het liedje heet Wannabe. Kapel Goedzat, graag de buitenmars. Thank you.
er één geheel van gemaakt. Dick Joyce wil ons vanavond wel leren over moeder natuur. Niks geen namaak. Alles is echt en puur. Ik weet niet direct wat er ging gebeuren of wie er zal komen, maar ik heb iets vernomen over bijtjes, hommels en blommen. Ik ben geen hortensia,
Graviootje. Nou, Viootje, zo mooi kan ik die anders ook niet noemen. En trouwens, hoe is het Engels weer? Die zit helemaal in. God, ik heb het echt. En daarvoor zo'n grote bloem. Nou, de wereldraadjes nog. Hoe zullen de wereldraadjes nog? Nou, het stampeltje hebben we gevonden. Nou, ontspannend. Hoe moet ik knijpen? Nee, niet knijpen, hè. Maar
Als je moet nemen, dan maar ook in mijn stappen nemen. Schat, dat is wel een stomme rommel. Nou, rustig, hè. Kijk, er waart in een land, je wil verder dan een koningin. En hoe heet die koningin? Daar waart koningin Beatrix. En jou de prins. En hoe heet die prins? Daar waart prins Jan. Dat kan helemaal niet. Koningin Beatrix is nu met prins Jan getrouwd. Prins Jan is helemaal niet getrouwd. Ja, maar die waren een andere prins Jan. En laat die prins ook in de steek? Ja, dat kan wel zijn, maar ook een engeltje. Dat het nou maar zwerf vertellen. Kijk, op een dag toen vroeg die koningin aan de prins. Liever maak je gewend een lekker pannetje koninginnensoep met balkjesklok. En toen liet hij toch alles zomaar in de soep lopen. En waar liet hij dan al in de soep lopen? Zijn balletjes. En toen gaat het poppen en dansen, hè. Ja, nou vind ik het toch wel erg eng worden. Zeg eens, opa Rino, wat moet ik knijpen? Ach, aanstel ik denk, je hoeft helemaal niet te knijpen. Nee, rustig, hè. Het was net heel goed dat poppen aan het dansen waren. Want daardoor gingen die poppen aan het verpoppen. En daar komen nou net de jongbijtjes vandaan. Ook Maya erbij? Ja, ook Maya erbij. En toen? Niks. Daar waren het. Daar waren het dan? Hm? God, wat stom verhaal. Kloot veel. Ik vond het een vrij spannend verhaal. Ach, spannend. Het was helemaal niet spannend. En ook niet uit de lachen ook niet. Kloot allemaal. Bitch. Opa, ze zit kloothommel tegen me. Ach, daar minden ze. Daar minden ze niet. Daar minden je toch niet, hè? Ja, daar minden ik wel. Zal ik eens wat vragen? Nee, dit was helemaal geen verhaal om te lachen. Dit was een verhaal om leerzaam te zijn. Ja, dat is alles in die opleiding, hè. Ik dacht dat we hier waren gekomen met z'n minst te laten lachen. Zal ik eens wat zeggen? Ik heb iemand geschreven, daar heb ik behoefte aan. Dat was hartstikke spannend. Hetzelfde trouwens als bij de dader, de meisjes. Die kan er ook maar één keer steken. Bij de bevrukking. En dan is het gebeurd. Dan zijn ze dood. Zeus, zal dat niet helemaal vertellen. Het verhaal van daarnet, dat is niks van woord. Ja. De koningin die leed eitjes. En de koningin die wordt bevrukt door de dader, de meisjes dus. Hè. En die doen dat in de lucht. Die vliegen door en dan hup, springen zo hard op die koningin. En dan zit die koningin, valt kapot, en dat doen ze dan met plezier. Eén dag. Nou, snap ik dat, hè? Ik heb ons vader nooit gekend. Als voordat de koningin jij zit en tijdens de pretvlucht waar gestorven hebt. En ik kan me denken dat ik in het vliegtuig zat onderweg naar vakantie. God, als moeder met een steekhond. Steekhond? Ja. Een bofkont. Bofkont? Nou, daar zitten alleen kudde duiven achteraan. En die denken maar aan één ding. En van de koningin waren die allemaal kapot van. Want die koningin, die lust er wel pot van. Die is gewoon onbenaardbaar. Ja, ik wou vroeger altijd werkster worden. Maar als ik dat zo heur, is koningin ook wel iets van mij. Deze is toch maar behelpen. Ik ga op deze druk bij de vijf tussen.
Ja, sorry hoor. Ik moest even aan Ties denken. Maar goed, weet je, als ik aan Ties denk, dan denk ik aan de vijandjes. Ik had daar hier ook helemaal niks moeten vertellen. Maar je bent er helemaal niet rijk voor. Die kleine zul uit groep oud. Hij klutst een heel eind weg en vraagt niet hoe. Ik vraag nou een debuut was, voor Tony doet er niet toe. Wat?
Want pas dan bij school ook een CITO-toets. Weet jullie wat dat is? CITO-toets? Want dat is zo IQ. Nee? EQ. En dan moeten ze een rijtje invullen met die bijvoeglijke woordvoegsels. Ja? En dan staat er bijvoorbeeld puntje, 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 geel. Toen moest ik bij de meester komen voor een gesprek. Toen zei hij van, Tony, het lijkt me beter als jij naar BLO-onderwijs gaat. Toen zei ik tegen de meester, ja maar meester, er is toch helemaal niks van mij? Ik wil helemaal niet door studeren. Nee, dat wordt thuis helemaal niet gestimuleerd. En laatst toen moest hij op school ook het encyclopedieënschap, hè? En toen zei ik het woord tegen zijn moeder. En zijn moeder, wat een encyclopedie, je komt met de fietsschool. maar eigenlijk is school ook helemaal niks van mij. Bij een doodse stomme school. Maar ja, ik denk nu, nee, ik ga een baantje zoeken, hè? Dus ik naar het arbeidsbureau. En ik kom daar binnen. Er zit zo'n mens achter een balie. En ik loop door naartoe. En die mens zegt, ja, wat wilde jij eigenlijk? Ja, ik wil een baantje. Oh, dat is mooi. En wat een baantje? Ja, een krantwijk. Oh, dat kan, daar ben je zwart. Ja. En dan krijg jij een fiets van de bos. En nog een zak achterop. Dat maakt allemaal niet uit hoe duur het is, hij betaalt het. En je krijgt 400 gulden in de week. Zei tegen de mensen, ja mens, maak je nou een grapje of zo? Ja, wie begint het? Maar laatst hè, of neem me alles hè. Je hebt ook altijd ruzie als ik er ben. Maar laatst hè, toen hebben ze om mij gevochten. Was bij de scheiding, was mooi man, schitterend. En toen net zwart hoor. Toen moest ik mijn moeder mee naar huis. Dan zei ik nog niet willen. Heeft er in de machine in de zaal ook iemand die er niet doet? Ja. Wil er iemand mijn adopteren? Voor een weekje? Voor een lang weekend dan? Daar ben ik dan. Ik heb ook besloten een nieuwe sfeer op te bellen, dus zullen wij maar zien wat ze ons weten vertellen. Kapel, Gerde Buitemas, publiek van Marstang,
van Sjaan en Helmond uit Den Haag van Ede vandaan. Thank you.
aan onze vader. Och man, als hij toch eens een flesje bier op heeft, nou dan kan hij praten. Dan praat hij gewoon als drukman. En dan zit hij, ja ik er zit je, ik er. Ik ben niet bereid om te bakken. Maar wel mooi had die jong. En zijn moeder, dat is net de bus naar Helmond. Er zit altijd wel volk in. Ons moeder, moet ik even zeggen, ons moeder de waarloze is grote vrouw. Groot en breed, 120 kilo. En onze vader de waarloze is een klein schreven manneke, amper 60 kilo. En op de kerk lagen nog de bed, gingen wij in de slopkamer kijken. En toen waren we onze vader toch kwijt. We konden hem toch nergens meer vingen. Ach, sinds moeder maakt mij niet zo druk, hij is gewoon werken. En we hadden bij ons thuis 18 kindjes, maar dat man, dat had niet meer kan zijn. Want op een keer, ja, we gingen wel zo'n meer wandelen, met zijn vader en zijn moeder, en we hadden net een processie, of zoals het tegenwoordig zegt, zo'n carnavalsoptocht. En dan gingen wij wandelen, en toen liep onze vader een keer achter zijn moeder, en toen zit hij zo tegen onze moeder. Moeder, als ik aan zou eens lopen, dan ben je net, dan gedraaid je komt net, of dat je een wasmachine bent. Oh, dan had je toch wel lang zitten. S'avonds wat je daar toch wel weer goed maken. En hij begon met zijn moeder te flikvlooien en mooi te praten. En zijn moeder, die was er helemaal niet van gediend. Die gooit in een keer de zegens terug. En ze zegt, meneer, je denkt, zo'n klokkietje, maar hij was misschien kan laten draaien. Oh, zijn ze vader, wat is het huwelijk toch militaristisch? Oh ja, die is moeder, hoe zo dan? Of zit hij, in de verkeringstijd is niks als... In de verkeringstijd is niks als exerceren. In de koopswegen is niks als manipuleren. Ja, en dan zit ze moeder. Ja, en toen brok de oorlog uit. Maar eigenlijk is onze vader en moeder toch een heel schoon stel van, hè? Ja, kan ik daar nou weer in denken hoe dat ik de hele zomer mijn eigen heb moeten helpen zomer. Op een keer komt er een nunneke van de school bij ons aan en die zit tegen onze vader en zijn moeder. Jullie sjaar heeft toch zo'n bijzonder bestand. Ja, die nonne praat altijd zo'n beetje bescheiden, hè. En die zijn zijn vader, dat klopt, want dat is het moment. Dus dat klopt, zijn moeder, ik heb het mij nog. En wij gaan bij ons thuis. Zes jongens en 12 meiden en maar 3 slaapkamers. De jongens dan in 1 slaapkamer en de oudste meiden in 1 en de jongste dan ook in 1. En maar 1 wc. Nou, en de waarste maken ze altijd een gedring en een getrepel bij de wc. En dat Fritske, die geeft ook toch nog wel een slappe bloos, die waren er altijd mee aan. En dan liep elkaar, er komt niks als een jong verschonnen. En als wij dan sorry middags tussen allen in de tuin moesten, dan kwam de lijst wel zo vettiger uit als je erin ging. Ons kampje toe. 92 jaar. Je ligt nou in het ziekenhuis. En dat je hebt nooit zo heel goed meer kan vingen. En die dagen zal het duizenden keer hele buiten nou nog kap. En wat zou ik ook kunnen meenemen? Van bloemen is van een beetje te bruut. En toen ben ik in zo'n kruipringeltje binnengegaan. En toen zag ik van die mooie gele peertjes liggen. Ik dacht, dat is net iets voor tante Toor, die kan toch eens niks meer bijten. En toen bestelde ik een pond van die mooie peertjes. En toen die vrouw daar het inpakken was, toen zag ik ook van die mooie rode appeltjes liggen. Ik dacht, oh, misschien kan ik die toch beter meenemen. Ik zei tegen die vrouw, kan ik die peertjes ook ruilen tegen die rode appeltjes? Oh ja, zei die vrouw, dat kan wel. En ze pakte voor men die rode appeltjes in. En toen ging ik ermee naar buiten en toen zei ze, oh, honger, zegt hij, ik moet nog betalen. Ik zei, ik heb die rode appeltjes toch geruild tegen die peertjes. Ja, zei ze, maar dan moet ik die peertjes nog betalen. Ik zei, maar die heb ik toch net teruggegeven. En toen liep er buiten een mens rond in zijn netpak, meer van een meneer, en die zei, zou jij niet bij mij kunnen komen werken? Ik zei, ja, dat kan ik wel.
Maar er moet nu gebeurd worden. Ik zei, ja, dat kan wel zijn, maar ik ga nu op huurtoestand verkocht. Je leed in het ziekenhuis en die is al 92 jaar en dan moet ik winnen. En toen kwam ik bij tante Kato aan en ze zei, och, wat ben ik al blij dat jij gekomen bent. Want wij konden het dan niet zo goed met elkaar vingen. Het zal met mij niet zo lang meer duren. Ik zei, wacht, tante Kato, zaad erover. Ja, de tante Kato, maar het veel goed, maar ik zei, laat mijn kraan overgroeien. Nou, en toen moest het gekeurd worden. Maar ik ging nog in de dokter, ik ging gewoon naar een bekende dokter. Toen was ik nog pas met een van de jongens geweest. Want die had ze in zijn billen gebeten. Ja, maar wel ongelukkig, hij was op het kunstgebied van zijn ties gaan zitten. En toen liep ik neem de honden uit naar het plaats. En er kwamen net een mens en een vrouw aangelopen met twee elk zo'n grote mondlijn. En die kenden elkaar schijnbaar. Want die mens en die vrouw stonden nog in 2 minuten met elkaar te praten. Of de ene hond springt op de andere. Maar, zei die vrouw, voel je toch, dat heb je alles nooit. Voel je dat, dat wil ik niet doen. Nou, die hond springt eraf en die bijt mij mee in mijn been. Kom ik bij die dokter, ik ben die dokter, hij doet iets opjes meer. Ik zei, nee, jij lust me zo wel. En toen heeft die dokter mijn nieuws nog, dit moet hechten. En toen zei men onderzoek en toen zei hij, heb je ergens pijn? Ik zei ja, als ik neem een duim, overal buur, dan heb ik overal pijn. En toen weet je mijn helemaal naar gekeken. En toen zei hij, oh, ik zie het al, ik heb mijn duim gebroken. Maar ja, toen ben ik dan toch aangenomen. En ik kom bij de chef. En toen zei hij, en wat kan jij? Kan het tot 10 tellen? Ik zei, ja, 2, 4, 6, 8, 10. Oh, zo in hebben we al zoiets meer gehad. En nog meer, ik zei ja, boer, aas, kunning, brood. Oh, zo, en dat ben ik nu verstand al aan. En ze zei tegen mij, ik wil daar die televisie kopen. Ik zei, die kan ik helemaal niet kopen. En ik wil die een televisie kopen, zei die. Ik zei, die kan ik helemaal niet kopen van hen. En zei die, en kan ik nou die televisie van jou kopen? Ja of nee? Ik zei, ik heb een zeker een van die oude prinsen uit Elzenhuis. Oh, zo zit die. Ik zei, die zijn ook zo in de sneuvelen. Jij wijst gewoon een magnetron aan. Je zegt, dat is een televisie. Ja, dat ja. En dan komt mijn volgende klant al binnen. En die zei, ik wil een zaak kopen. Ik zei, nou, ik heb een hele goede zaak voor jou. Dan kan ik je in een dag 20 buien met me zagen. Ha, dat moet ik nou net hebben, zit die. Want ik moet het handbalveldje van de KVJ in orde maken. Dat is dan net iets voor mij. En ik geef en neem die zaak mee. Na een halve dag komt hij terug. En hij is nu en hij is wit. Ik zei, maar, waar ben jij toch een rode kop? We hebben het toch gedaan? Zegt hij, hier, bij uw zaak. Jij wel. Ik heb nog in een halve boom hem gedaan. 20 buien per dag. Ik zei, dan geef ze nog eens hier, dat ze nog eens aantrekken. En ik pas die zaak en ik trek nog eens een keer. En die man verschiet. Hij zei, hé, wat komt nou die herrie vandaan? Ons buurvrouw, hè? Oh, ons buurvrouw, dat is toch ook een broker? Die heeft me toch gedaan. Die durft toch veel. Ik ben altijd, ik kan veel durven. Maar ons buurvrouw, die durft veel. Die ging gewoon met een buurman te bed. Ik zou best niet hoeven te proberen. Nee. Zij gewoon met een buurman te bed. En die ene keer, nee, gewoon elke dag. Hé, en als je dan met spelen gaat werken, dan moet je ook wel eens ooit iets doen voor je gemak. Nou, las ik in de krant, dat ze bij Hunkermullen wegwerp onder koe van. Ik zeg, het is iets voor van mijn pap, dat is net iets voor ons. En ik koop er twee keer 7 slipjes. Oh, 2 keer 7 in de stier. Ik zei, ja, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Hé, het weekend nu zit hij al buiten op die werken. En toen zit hij tegen de verkoopster, ik heb er mij maar 12. 12 zijn die verkoopster, ja, zijn ze iets. Januari, februari, maart, april, mei. En nou wil ik jullie nog eens een sprookje vertellen. Dat is moeder altijd vertelde als wij vroeger naar bed gingen. Maar dat is al zo lang geleden dat ik het maar opgeschreven heb. En dat probeer ik jullie zo goed mogelijk terug te lezen. Er was eens een heel ver weg
in een prachtig kasteel een schoon blond meisje. Veel nichtje genaamd. Maar veel nichtje had ook nog een biefstoeder. De mooie biefstoeder van veel nichtje. En iedere dag sprong zij voor haar wiegeltje en zei, wiegeltje, wiegeltje aan het span, wie is de grootste schoon van het hele land? En het wiegeltje antwoordde, biefstoeder, jij zijt scheel hoon. Nou, veel nichtje is buizenschaal doner dan jij. En toen werd ze heel haat. En op zekere dag kwam er een smoeg en zei naar een boze haar. Die woonde in een karig hutje op een klein breedje strand. Er is niet in het bos. Ze popte op het deurtje en zei tegen de boze jager, boze jager, jij hebt klare zijk op de kaart. Jij moet weer een snitje niet kappen. En die onze wagen kapte zijn wietgescheer, sprong op zijn met zijn gladde zoon op zijn perkstaart en zette weer een snitje en van achterop. En reed hem mee naar het witte doos. Daar smeet hij haar het wijkenstras. Hij zat er vol wou te stoven. En toen kwam hij de kreukenland de dweven zetjes. En zij zat daar op aan de struinen van de dik. Ze namen haar mee naar de harde stoelen. Puisjes, maar korte puntmuts voorop. Op een dag donderde ze haar boot. Ze had zich verslikt in een pluk stuit. Van de houten steks. Ze legde haar in een karige list en benen tippen en banen. En toen kwam daar de vogeltins op zijn schimmelschaar aan de schieten. Hij streek haar kak in de ogen en rustte haar op de kont. Toen hielden ze een kruiloos dienst en ze leefden veel en kregen lange kinderen. Bij de dames van de Raad van Ellen steekt carnaval hoog in aanzien. Ze houden van de vrolijke noot bovendien. Ze dansen en zwingen, ze weten van wanten, onze eigen Elsendorpse dorpsmuzikanten. Kapel doet zat, Gerrit Buitema. Thank you.
op een bankje in de najaarszon voor het volgende optreden begon. Terwijl wij, Greta en Fons, het Nijs uit de regio kwamen halen, komen er vanzelf ook andere verhalen. Die willen wij jullie nou laten horen. Er stond in ons dorp van alles te gebeuren. Als de kapel met de buitenmars wil beginnen, dan komen wij, Greta en Fons, naar binnen. Straks allemaal dingen, als je het gelijk ziet. Ik denk heel schoon. En ons. Nog wat gehoord de afgelopen tijd in de Nelsendeuren? Ja, die Halper. Die heeft lang op de kaas gezeten. Hoezo? Waar ze koud? Nee, die waren zo schuur. Maar ze waren nog dan niet zo vlot. En toen Willy tussen de middag thuis kwam, toen werd hij niet als te vriendelijk ontvangen. Oh nee? Hoezo dan? Och, ze mopperde, die verdomde kast en de verf zit zo vast. En voor de skuren zien we jou, daar geef ik ook geen kwartje voor. Oh, en wat in Willy toen? Willy keek. En Willy zin, als jij die kast vanavond klaar wilt hebben, dan zou ik eens beginnen met skuurpapier anders op te draaien. Trouwens, ja, daar over draaien gesproken. Oh, is. Je gaat het toch weer niet over dat buitenlands bellen hebben, hè? Nee, ik ga daar. Eén keer heimel in de tent is genoeg. Wat wil je dan zeggen? Geert en Marijs Winkels, die zijn ook voor mobiel. Maar ze waren alleen naar de aankoop mee te komen en de nummer vergeten. Oh. En waar gaan ze toen die dan? Nou, van een broek gebeld. En die mensen die zei van, vrouw, als je me dadelijk nog een keer terugbelt, dan kan ik het nummer zo verwacht wezen. Oh, en dat is gelukt? Nee, want toen Marij van een beroep belde, toen zei die, dat geet zo niet, vrouwke. Zou het niet beter zijn als je in plaats van wilde vast een telefoon en met de mobiele zou bellen? Oh, bij Josten was een vaste tankplaats waar bezet. En toen moest je uitwijken naar een ander plaatsje. En was daar zo gespoord dan? Nou, toen hij naar het afrekenen buiten kwam, ging hij naar zijn vaste plaats. Hij ging in die vreemde auto zitten. En er rookte in die auto de boek. En, waar je de reis naartoe? Dat hij nog wel aan de hand was dan? Ik zin toch
de vrouwen in de zon. België toch ook wat geweest, hè? Met die Olly onder de kiepervoeier. Ja, ja, maar ze zijn er in Bels toch wel wat wijzer van geworden. Hoezo dan? Nou, een Belgische wetenschapper die heeft ontdekt dat er twee soorten kiepen zijn. Twee soorten. Blinde en dioxine. Hé, Rada, een bezoek aan het motor treffen, dat is ook niet geheel zonder risico. Ja, maar dat is het gevoel. Heb ik nou met blinden te maken? Gevallen voor één man.
Hé, Dada, die pels die je houdt, zijn die al nogal wat te vroeg begonnen met pelsen, hè? In Nijmegen, op station, trokken ze een paar van die dierenactivisten zwart fel op de oren. God, ze wachten ook niet goed van al die anti-bom-demonstraties. Dat is ook wel zo, Grada, maar het is niet slim. Het werkt stimulerend. Zo? Stimulerend? Nou, zo'n activist die vraagt een skyvergoeding en verdient zo op in een dag meer als anders in een halve week. Hey, als Geert en Marijs winkels op vakantie zijn, hè, dan hebben ze een goede oppas. De bakker en zijn vrouw, die verzorgen door dan alles. Nou, en? Is dat Nijs? Nee, het Nijs was dat een bakker s'nachts met onweer de hond binnen wil doen. En dat hij zo joekelde. Maar hij was nog maar net die trap afgelopen. Of min werd in de bed nog vol meer gejoekerd. Oh? En waar kwam die gejoeker dan vanaf? Uit het Gijnske. Want je weet, de bakker die is nogal goed behaard. En nogal rustig van aanleg. En die had voor de kooi weer buiten vlug in een regenjas omgetrokken. En... Teven Lokskoen, die ligt ook goed in de kaas bij het vrouwvolk. Hoezo bij het vrouwvolk? Nou, Thee, die waart de zomer ergens aan het schilderen toen Els Christiaans aanschoof. En waar zijn die? Thee, zei ze. Thee, ik heb gehoord dat bij jou nogal lang duurt. Maar zou de mens misschien er over 2 jaar op willen schrijven? En wat zei Thee toen? Als Gert is waard, zal ik het wel meteen doen. Fons. Hé, Fons, hoe zit dat nou met een stankprobleem? Hoezo? Ruikt je me? Ach. Nee, dat stankprobleem begint bij de beelden. Oh, hè. Ik heb gehoord dat ze nou tussen de Pilduiker en Koppers een bos willen zetten. En die beum moet er dan straks die stank tegenhouden. En? Wat denkt u? Zou dat lukken? Misschien. Maar gegarandeerd dat er over 1 jaar of 10 weer een onderzoek moet komen van een slordige 9000 euro's. Om de verzuring van de Elzendurpse bossen te onderzoeken. En er is al een voorspelling gedaan. En ik weet niet meer of dat Sjaak Hubers-Pounier was of Pietje Buets. Die hebben gezet dat de Skolechter en de Vlaamse Gaai uit dat bos zullen verdwijnen. En plaats zullen maken voor de zure herring. Dat is het van alle gemeenschapsgeld. Trouwens, over gemeenschapsgeld gesproken. Super Baltische is ook opgekocht door de koning van het Elzendurps ontroerend goed. En wat kunt er nou in? Nou, hun inzien, volgens de krant, dat er iets in zou komen
waar heel Elzendeur plezier van zou kunnen hebben. Zat er dan misschien iets inkomen voor ook gewerkt wordt met gemeenschapsgeld? Hou op, schij uit. Net daar komt scherm ook al. Och, die zal zo stekkers jaloers dat ik hier steeds met jou op dat bankje zit. En dan zeg ik, och Gert, maak er wijken over, ga dat toch in zeurig, die zal lang in de overgang. Zal ons privézaken gezet. Oh, sorry. Ik wist niet dat je weer een opvlieger kreeg. Edwin van Doorn en Miranda, die gaan zijn eigen lijst opgegeven voor een cursus met jullie een hond, de... Een hond? Nee, die hond in. Zaterdags zou de cursus in 2 uur beginnen. Maar Edwin, die was het adres nog niet gevonden. Hij is morgens opgebeld. Je zit tegen een vrouw die het adres niet had kunnen brengen en geïnformeerd of hij veel gemist had. En? Had hij veel gemist? Nee, zit een vrouw, hij viel wel mee. De eerste keer is altijd maar zo'n soort kennismakingsbezoek. Weet je wat voor een hond je hebt en wat die hond zo al kan? Oh, zit Edwin. Onze hond kan al van alles. Als ik zeg zit, dan lukt hij zit. Als ik zeg blijf af, dan lukt hij los. Hij luistert goed. Oh, zijn de vrouw. Weet je wat ik doen zou? Ik zal alles van die eerste bijeenkomst op papier zetten en dan stuur ik er wel op. Ja, zijn de vrouw. Hij kan het wel doen, maar lezen, dat kan niet. Hé, dat big hoor gedoe, dat houdt me op wat ik tegenwoordig. Jongen. En dan hebben ze voor een castingsbureau nodig een goede kandidaat te zoeken. Terwijl wij ze hier zoveel opgaven hebben. Wij? Nee? Wie dan? Nou, in de woord van elf. Jozef, van de Heuvel. Jozef herkiepen. Dus die weet krek hoe hij die dingen moet verzorgen. Hij heeft een goed inkomen. Een jong uiterlijk. En Jozef kan zingen. Zingen? Jozef zingen? Ja. Ik kwam van de zomer onder zijn balkon doorgelopen en daar zat Jozef te zingen. Ik hou van alle vrouwen, ik heb ze alle lief, ze zijn alle lief. Voor hen ben ik geboren, mijn hart is veel te groot. Ik ga er nog aan dood, ik ga er nog aan dood. Is voor staatsbosbeheer op excursie geweest naar Rusland. Naar Rusland? Wat moet hij nou door Rusland gaan? Rusland, ja. Voor het uitwisselen van kennis over beun. Maar het lijkt dat ze in Rusland een hele andere keer gekregen hebben op onze vertegenwoordiger van staatsbosbeheer. Hoezo dan? Nou, Paul die had die Russen bij een borrel verteld dat in Nederland de traditie was als iemand een boer liet, dat je dan zo snel mogelijk met een duim nauwe kop moest doen. Rind, daar ben ik hier nooit gewaar geworden. Klopt.
Russen vonden hem een vent. De Russische post, bestemd voor Pool, schijnt over op donderdag aan te komen. Heb jij ook in de krant gelezen dat er een achtste kerkdorp in de gemeente bij dient te komen? Oh ja, daar heb ik wel iets van meegekregen. Dat houdt toch verband met die agrariërs die uitgekocht moeten worden. Maar ze weten alleen nog niet wat er deur moet komen. Zou het dan misschien niet een goed idee zijn om hier de natuuristencamping wat uit te breien? Uitgekleed zijn ze toch al. Niks als lof. Maar dat matras, daar ben ik helemaal niet over te spreken. Hoezo dan? Nou, dat matras, dat is een zogenaamde bokspring. Nou, en? Wat wil de dame zeggen? Nou, ik zeg tegen ons scherp, heb Royakkers gezet dat dit een bok spring is? Ja, hoezo? Zelfs Gert. Ik zeg, dan moeten we nou met die hele rommel terug gaan. Waarom? Waarom? Hoezo? Bok, spring. Het enigste wat ik tot nu toe gemerkt heb, is dat de geit rust. Daar kun je misschien maar houden van. Och, graag. Het zijn gekken en dwazen, die overal met tieren en razen. Maar het zou een vrouw kunnen zijn die met een hemel uit wil prijzen als ik te laat aan het offer zou verrijzen. We gaan houden. Snorren en misschien nog wel een paar van jonge kusters.
hebben ze niet uitgelaten. En van Frans Mullenmissers, dat zou het best kunnen zijn, man. Wij waren onze stal verloren toen, s'avonds met fietsen dus. En volgens mij zitten die hier nou in dit pakketje. Dus wat dat betreft, Jan, heel hartelijk bedankt. En ik zal zorgen dat een mooie klassieke vriend, Ummens de Beurt, dan bij jouw kusters, dan bij Frans Mullenmissers en dan bij Ben. Mooi gedaan. Nou, ik denk dat het de bedoeling is dat jij het heel pakket in eigen bezit houdt. Zoek er maar een mooie plaatsje bij op het kantoor of op de slaapkamer. Dat is waar dat jou het best uitkomt. Maar het is van harte gegund. En proberen het publiek te gaan vermaken en uit te testen op intellectuele zaken. De quiz hebben we hier nog nooit gehad, dus vragen jullie aandacht voor het Rad van Dat. Kapel Ger de Butema. Maar we zullen nou eens even beginnen met het eerste spelletje, dames en heren. Ja, juist, dankjewel. Even voorstellen voor de nieuwelingen natuurlijk. Hier allemaal bekend, jongens en dames en heren. Nicky Nicole. Hey, wat dacht je van? Gabbertje Piet! Hey, die kennen we allemaal natuurlijk. Frank Rijkaard! Hey, en voor de dames hier in de zaal. Big Brother Ruud! Ja,
nu kunnen we ook beginnen met een spelletje. Maar we zullen beginnen. Dan moet ik even naar voren. Kabeltje Piet. Kabeltje Piet, kom eens even naar voren, jongen. Goedenavond, Kabeltje Piet. Goedenavond. Henk. Hans. Jeetje. Hey, Kabeltje Piet. Voor je spelletje uitleg. Vraag je eventjes hier een naampje te kiezen op dit grote bord. Ik ga weer weer op. Hans. Hans. Wie heet hier Hans? Ja, Hans van de Wijs. U hebt wat komen dan? Nee, Hans, wist je niet. Goed zo. Hé, Hans. Cindy zet hier wat tulletjes klaar. Dan geef ik het karretje even uit. Ja? We zetten hier twee krukjes neer. Zetten we in ieder krukje, onze lieve Cindy, 6 flesjes bier. Die flesjes bier, die gaan we openmaken met een aansteker. Die aansteker, die gebruik je om het open te maken van die flesjes, Hans. Hè? En dan doe je al die flesjes, die dopjes eraf werken. En bij het laatste flesje, want je bent je goed, hè? Bier opdrinken. Het hele flesje leeg. Want jij houdt wel van weddenschappen, hè? Dus straks heb je er nog eentje gedaan, hè? Ja, dat is geloof. Maar dit ga je misschien wel winnen, jongen. Van wie? Hier, Kabeltje Piet. Neem jij achter die tafel? Kabeltje Piet. Hier, jongen. Hey, maar voordat het er is, gaan we nog even een tegenprestatie zetten. Hey, Kabeltje Piet. Stel je dit verliest. Wat krijgt Hans dan van jou? Nou, krijgt bier. 24 flesjes. Oh. Hans, stel dat jij dit verliest, jongen. Wat is jouw tegenprestatie? Ik heb geen varkens, 12. Nee. Je moet wel gelijkwaardig blijven, Hans. 2 van 12? 12. Dat is niet. Hey, jongen. Vertel het er even voor 3. En dan gaan we beginnen. Pak je aanstekertjes, jongen. Pak je aanstekertjes. Snap je niet? Wat is dat? Dat is een onbekommertje. Ik kom maar even Jan snappen. Ja, heb je nooit een flesje gezien, natuurlijk? Nou, je pakt het aanstekertje. Jongen.
Hey jongens, dat was dit hier. We gaan door met de tweede stelling van vanavond. Ziet u uw naam staan? U. Maar, laat het volk aan. Vraag even naar voren te komen. Frank Rijkaard. Kom Frank. Hey coach van het Nederlands elftal. Je hebt je nog niet één wedstrijdje winnend afgesloten. Misschien ga je dit wel winnend afsluiten, jongen. Hè? Probeer het. Zal ik het proberen? Ja. Hey, zullen we iemand alvast uit het publiek gaan kiezen, jongen? Het is nou te veel, ik heb er maar één nodig. Maar ja, het is toch wel moeilijk. Dat is de Bruin. De Bruin? Zitten die in de zaal? Willen die even gaan staan die de Bruin weten? Wij zijn zo een spelletje gaan spelen en het spelletje zet Cindy daar klaar en dan gaat het taarten. En je bent er ook eentje van de bakker geweest, hè? En nog, ja. Ja, heel goed, heel goed. Maar we zullen eens kijken hoe je het anders kunt met die taart. Maar het zit zo, we zetten hier een taart neer en hier een taart. En die taart moet je met je zitten tientje in verstopt. Een briefje van 10. Dan moet je proberen, kijk eens naar Mien, kijk eens. Oh, heerlijk. Hey, ja, heerlijk, helemaal wat lekker. Hey, en er zit een tientje in verstopt. Dan ga je met je mondje eruit halen. Je gaat klielend erachter zitten, handjes op de rug. En dan gaan we eens even lekker kijken waar dat tientje zit, meid. Nee, niks. Hey, Mien, maar voordat we beginnen, vraag ik Frank even om een tegenprestatie. Frank, wat is jouw tegenprestatie? Nou, een flinke taart van de bakker. Oh. Hey, Mien, wat is jouw tegenprestatie? Ja. Dan zal er nog even. Dat is wat van. Het is in Frankrijk, ja. Daar lijkt wel wat van. Dus jij ook een taart? Ja. Heel goed. Dat zijn we akkoord. Gaat u maar wat knielen. Handjes op de rug, Mien. Franco. Brilla. Ja, precies. Ik zie ze niet. Ik heb al gezien met tientje. Ik heb even gekomen. Jongens. Hey. Frank wil een keertje binnen. Oh, dus zet je tanden erin, meid. Hey, we tellen samen tot 3. 1, 2, 3. Ja! Kijk. Oh. Dat is jammer.
neerleggen. Hé, hey, vader. Oh, oh, wat een beest. Wat zie je eruit? Nee, niet dat je... Dat heeft niets pijn. Nee. Hé, hey, heel veel bedankt, Mien. Nee, hé, hey, heel veel bedankt, meid. Je moet je al, hè? Oh, mag die dit ook zo lekker zijn? Hé, hey, bedankt. Oh, maar wat een godzooi, wat een godzooi. Hé, hey, applaus voor Mien. We gaan verder met stelletje 3. Hey jongens en meisjes, dames en heren. We gaan Martien, die zie ik jou nog niet. Dan gaan we verder met spelletje 3. Spelletje 3, dan gaan we spelen met allemaal bekend Nicky Nicole. Kan je ook doen. Ja, dames en heren, een hard applaus. Kim nou, hè. Nicky, wat is de laatste modetrend hier in jullie branche, jongen? Nou, de piercing is still very, very hard. Oh, de piercing in je tongetje. Oh, heerlijk. Hé, hey, Nicky. Kies een naam uit. Mij lijkt Jozef. Jozef. Wat is die nou? Jozef van de Heuvel. Zou onze Cindy dit niet opruimen? Dat kringetje, schiet eens op. Oh, dat is toch 1,5 ton per week, jongen. Dat beest. Hé, hey, dat is Jozef. Goeiedag, Jozef. Hé, hey, jongen, jongens. Je bent er ook eentje. Je zit er aan het gaan. Ja, hier. Oh, oh, wat is het hier? Hé, hey, hé, hey Jozef, we gaan nu een heel ander spelletje spelen. We gaan nu spelen BH plukken. Ja, we hadden al gedacht, zullen we dit wat doen? Maar ik denk, we verblijven. We gaan ervoor. Recht voor de raap. In die handel. Hé, hey, maar voordat we gaan beginnen. Wat is jouw tegenprestatie, Nicky? Nou, ik neem Jozef in de avond weer naar een modeshow. Oh, heerlijk. En jij zeker een van je beruchte tijdjes. Ja, dacht ik. Wat is jouw tegenprestatie, Jozef? Wat doe jij met Nicky? Laat dat maar mee, jongen. Doe ik. Ik geef jou de goede kant, daar achter de meeste vrouwen, pak jij die kant. Nicky, jij pakt deze kant. Ik tel tot 3 en dan gaan we beginnen. Ja? Je gaat naar de zaal en je komt zo vlug mogelijk terug met een BH, een bustehouder. Oké, dan. Oh. Hij houdt zijn grapjes ook nog. Jozef, jij pakt die kant van de zaal. En Nicky, jij die kant. Hé, hey, we tellen tot 3. Dames, let op. Nu komt hij aan, de enige vrije stijl. Hé, 1, 2, 3. Kom op, ga. Yeah.
te zeggen dan. Het is jammer, Nicky. Het is een echte kerel, joh. Hij kent hem lang niet wel, hè. Hey. Jij hebt een verdiend avondje naar de modeshow, Jozef. Ik zou ook een avondje met mee willen. Wat maakt heerlijk. Hé, hey, dan gaan we naar spelletje 4. En dat is voor de snelle eters. Dat gaan we spelen met Big Brother Ruud. Jezelf, een avondje dorp, jongen. Nou, dat zal ik eens even vertellen. Ik heb een kussen onder het donsdek verstopt. Dus we denken dat ik nu lekker leef te slapen. Maar nee hoor, ik wil je wel even lekker masseren. Ah, doe straks wel even als de gordijntjes dicht zijn. Nou, waarom nou niet? Nee, we gaan nu een anders spelletje spelen. Hey. Kies even een kandidaatje, jongen. Kies er eentje. Hij hoeft er niet uit, hij moet erin. Nou, daar staan er maar veel namen, hoor. Nou, een zekere Peter. Peter Vroeger! Peter, oh jee. Maakt hij muziek? Nee. Weet ik ook niet. Hey! Ik zie hem wel zitten. Peter Bouw. Peter Bouw. Goedenavond, Peter. Hoe gaat het, jongen? Stiekend. Goed. Hey, Peter, dan gaan we een ander spelletje spelen. Mijn lekkere Cindy zet hier 5 gekookte eieren neer. Hier ook 5 gekookte eieren. Hey. En die ga je zo snel mogelijk opeten. En dan ga je fluiten. 5 seconden fluiten. Kan je fluiten? Kan je fluiten? Normaal, fluiten. Dus even kijken. Hey. Want jij hebt ook grote eieren, hè? Kun je dat zien dan? Nee, maar van die rare vogels. Ja, altijd. Oh, je zit er wel in dat wereld, want je kan goed eten, heb ik bekend genomen. Vele eitjes kan je ook op. Ja? Ja, dat heb ik gehoord. Hey, maar dit is anders. Hey, Ruud. Wat is jouw tegenprestatie als je dit gaat verliezen? Mijn tegenprestatie is een rekje eieren. Een rekje eieren? Oeh. En jouw tegenprestatie, Peter? Ik heb deze 2 voor eentje. Oh, dat is heel heerlijk. En Ruud, kom in het huis. Hey, zet klaar. Peter, jij neemt daar plaats. En Ruudje hier. Hey, zo vlug mogelijk, Peter, hè? En dan gaan we een liedje fluiten. Goed. Ja? Hey, dus dat is zo. Hij verwendt hem alweer. We tellen tot 3, doen we allemaal gezamenlijk, jongens. Lekker. Hey, 1, 2, 3, 4. Ja, come on. Komt goed. Oh, dat is lekker gehad.
Lekker Frenkie! Hij kan al niet tegen. Kom, Ruudje, je hebt echt honger, dat zie ik wel. Niks gaat er droog uit. Hij gaat ervoor nu, hoor. Kom, Peter, actie, actie, jongen, actie. Zie je wat Ruudje aan het doen is, jongen? Hey, kom op, stap met het zaal, kom op, echt zo. Peter was geen vlugge eter. Hé, dat wil zeggen dat de echte eikels gewonnen hebben vanavond. Hé, en Gaston, wat hebben zij gewonnen?
veel gebeurders, ik ben u niet vergeten. Ik heb met een buurt op tijd weer klaar. Ik klets, zing, begeleid mijn eigen op mijn gitaar. Als er in het dorp nou nog mensen zijn die wat streken uit willen halen, zal ik daar op de bonte avond wel vertalen. Ik weet niet waar dat die zo al heen heeft. Ik hou ook niet alles bij wat er in Elsendorf gebeurt. Hij kunt de jaar niet als Benny Blijman hoor. Nee, vanavond vraag ik jullie aandacht voor Paul Sponsoor. Kapel Gerde Buitemaas. En toen zei ze, dat is veel te lang, je moet sneller er doorheen. Dus heb ik een snel pak aangetrokken. En heb ik van deze dingen eraan gemaakt, en waarom heb ik die nou? Die moest ik van de voetbalclub opdoen. Want nou ben ik een van de sponsoren geworden. En zei ze, als ben in het dorp niet te herkennen. Moet ik nog even het geluid testen. Ja, dan denken jullie, hoe kan dat nou? Dat heb ik bij de voetbal ook altijd aan. Dat is handig, het lijkt meer. En het beschermt, en ook als een speler geblesseerd is het vreselijk handig. Als je dan op de grond ligt, dan ligt de kerm en hij wil niet snel erop, dan doe ik altijd ja, dan de voetbalbroek los. En dan haal ik dat ding eruit. En dan doe ik dat zo op zijn neus. Hè. En meestal had hij weer. Hè. Nee, het eerste elftal van Elsendorp ging het vorig jaar niet zo best. Ze presteerden niet zo best. En Jos Otterdijk die was vertrokken naar Venhorst en die deed vreemd goed daar. Dus Igor, de nieuwe trainer, dacht, jongen, daar kan ik nog eens van leren. Dus die ging naar Jos Otterdijk op bezoek bij Venhorst. En hij komt daar bij de training, bij Jos Otterdijk. Dus die Jos zit hier, kun ik hem over vertellen, zegt hij, hoe het komt dat jullie altijd zo goed presteren. Ja, vriendie, dat kan ik jou wel vertellen, Igor. Dus ik heb louter en alleen intelligente spelers. Oh ja, zie ik hem. Ja, zie ik als demonstratie, zegt hij. Dan kijk ze op het veld op, zegt hij, Gerrit, nou, kom eens hier. Gerrit komt. Hij zegt, moet eens luisteren, jongen. Hij zegt, dan heb ik een vraag aan jou, en dan moet ik even antwoord geven. Hij zegt, het is de zoon van je vader, en het is niet je broer. Ja, dat ben ik. Zie je wel, zit hier loten en alleen intelligente spelers. Igor in de auto, teruggereden naar Elsendorp. Bij de training denk ik, potdomme, dat kan ook Jons proberen. Hè. Dus kijk, dus rond zit hier, volgende punten, kom eens. Volgende op de afshot. Hij zegt, Ton zit, ik heb een vraag voor jou. Hij zegt, het is de zoon van je vader en het is niet je broer. Wie is dat? Ah, oh, ik heb wel geen tijd hoor, over die flauwe door, ik moet trainen. Zij het veld in. Maar het zat toch niet lekker, hè? Het zat er niet lekker. Dus hij gaat naar Arno Peters, die Arno zit die trainer zit die, die vroeg toch zoiets waars. Hij zegt, hij vroeg bij mij, het is de zoon van je vader en het is niet je broer. Hoor ze Arno, dat ben ik. Of wat een top gebruik, dat is een trainer. En ik weet het niet, ik weet het, het is Ton van de Putten. Nee, idioten, Igor, het is Gerrit van Haaf. Maar ik heb een liedje over de Zandbeek-wedstrijd in een liedje schrijven. Nou, die horen die zijn niet echt makkelijk. Het is weer zondagmiddag, we staan weer in de wei. Lekker potje voetballen, met enkels in de klei. Wie is de scheidsrechter? Is het weer die lul? Iedere keer als hij fluit,
verliezen wij met 12-0. Hey, scheidsrechter is geworden en ook geen buitenspel. Als ik jou was zou gaan douchen, hoorde ik de politie wel. Een doorgebroken speler koppelt aan de 16 in. Hij denkt ik ga hem zetten, maar hij krijgt niet zijn zin. Hij krijgt van mij een poker met de elleboog. De scheidsgeeft hem een strafschop en ik een op zijn oog. Hey, scheidsrechter is gewonnen, ook geen buitenspel. Als ik jou als zou gaan douchen, voordat ik de politie bel. En in de tweede helft, krijg ik me een bal. Ik veer hem in de kruising, maar ik kunt hem af die kwal. Dus maak ik me daar een sliding, met gestrekte teen. De loper van mijn schoenen, staat nu in zijn bovenbeen. Hey, scheidsrechter is geworden, maar ook geen buitenspel. Als ik jou wat zou gaan douchen, hoorde ik de politie wel. En dat komt alleen maar omdat ik in de WW zit. En het voordeel van de WW is dat als je gaat staan, dan zit ik er nog in. En in de WW dan, hè? Want lopen, dat kun je ook al in de WW. En je kunt zo hard lopen als je wilt, je loopt er nooit uit. Hey, ik had toch geen werk krijgen? Ik heb toch zoveel sollicitatiebrieven geschreven? En dat is helemaal niet lukken met mijn sollicitatiebrieven. Dat het zelfs ons niet zei, ik snap niet meer hoe zelf bloot krijgt. Ik zei, dan denk ik niet dat ik daar centen mee ga verdienen, hè? Nee, zei ze, dat bedoel ik niet. Je moet meer zeggen wat je bent. Ik zei, nou, dat zal ik dus doen. Dus ik heb een volgende brief geschreven en had ik opgeschreven, ik kan buitengewoon goed werken. Ik denk, ik probeer het, hè. Ik kreeg gisteren een brief terug, zonder grond en stond met grote letters onder. We hebben alleen maar buitenwerkers nodig. Binnenwerk. Ja, je kunt wel meemaken met solliciteren, joh. Volgende week kwam ik bij een baas en dan had ik zo goed als kunnen beginnen. Ik ga naar die baas toe en ik zeg, waar kan ik hier verdienen? Hij zegt, dat we beginnen 1400 gulden en straks 1700. Ik zeg, daar kom ik straks van terug. Ja, dan hoef ik niet meer terug te komen. Nou, ik in de WW zit, heb ik ook minder tijd voor de tuin. Ja, een moestuin mag ik wel zeggen. Want ik moest. Ja, van thuis, hè. En van, voor het tuinieren, joh, dat moeten we geleerd hebben. Mijn vader zei, joh, die grond van jou is veel te arm. Daar moet jij wat op doen. En we zaten ochtend met het hele gezin iets op die grond zitten doen. En toen heb ik schub gevat, kaal zon gespaard. Toen ben ik naar de boerenbond gegaan om zaad. Want dat had ik zelf niet meer. En heb ik van alles meegebracht. Selderij, witlof, erwten, bonen. Bonen, zei die man van de boerenbond, met of zonder staart. Ik zei, doe maar zonder, ik ben op fiets. Ik heb ook een bloementuin aangelegd, hè, met bloemen dan. En ben ik bij ons bij zo'n bloemencentrum geweest. En, nou, maar daar word ik gediscrimineerd, hè. Want ik kwam er binnen, stond er God, wortel, Afrikanen, om de hoek. En daar ben ik tegen, hè? Tegen discrimineren. Voor mij zijn alle mensen gelijk. Of ze nou wit zijn of blank, dat maakt mij niks uit. Ja, laatst ben ik nog geweest bij een directeur van de WW, zo'n verre, dikke kerel. En ja, dat is een fijne mens, jongen. Hij mag me toch iets geven? Weet je wat hij mij wil geven? Een hand. Hé, hey, en ik heb er al twee. En ik heb geen werk. Daar kan ik helemaal niks mee. Waar ik dan nog een mooie hand geweest, deed maar zo'n slap handje en in één afgesleten wingerman in het neus peuteren. Ja, vorige week maakte ik nog iets mee. Toen moest ik mijn werkbriefje gaan inleveren. En toen zei ons niet nog, als je nou naar het gemeentehuis gaat, neem dan gelijk maar wel een zak mee.
Dus ik kom het gemeentehuis binnen, schiet gelijk naar het vuilnisjuffrouw. De juffrouw achter het vuilnis. Loketje. En ze doet de klop aan, ze doet de loket omhoog. En toen dacht ik, moet ik nou met mijn kop naar binnen? Of komt zij met de kop naar buiten? Ik denk, vooruit, doe het. Ik met mijn kop naar binnen. Knots! Komen tegen elkaar, een hoop geweld, een hoop gerammel. Heel die afdeling schiet wakker. Meteen komen er een ambtenaar op af. Zegt hij, wat wilde jij ook weer? Zakken? Ik zeg, nee joh, omhoog. Ja, het is voor mijn vrouw ook geen lolletje hoor, als ze een man heeft die werk zoekt. Ik zoek nu al een half jaar naar werk. Daar ben ik dag en nacht mee bezig. Echt waar, dat droom ik gewoon van. Vorige week zat ik midden in de nacht helemaal onder de dekens. Aan het voeteneind. Ons vrouw schiet wakker. En die roept, hé, hey, wat ben jij nou aan het doen? Ik zeg, maar werk aan het zoeken. Ik ben zo terug. En jongens, en dan zit ik thuis ook wel eens op de bank met stierlijk te vervelen, hè. En dan zit ik dan zo wat. En dan draai ik aan mijn oor zo. En dan kan ik nou niet goed zien, maar dan draai ik zo aan mijn oor. En dan draai ik op, laat ik op. En dan lag ik. En dan val ik mijn handen weer door, dan draai ik op. En laat ik los, laat ik weer wat. En dan ga ik zo in de neus zitten. En dan draai ik aan een balletje van. En dan moet je anders mee. En dan neem je dan, flip ik nog in de baan. Ja, je hoort de baan bij ons thuis, dat is net gaan hol. Kennen jullie Rine Jansen? Rine is het, fijne kerel, hè? Nee, dat meen ik echt, is echt een fijne kerel, jongen. En die wil ook graag overal bij zijn. Hij woont bij het paradijs, woont bij de buurtvereniging. Maar ja, de eerste keer wezen ze hem af, hè. Ze is landhorst, ja, zijn vrouw wilde ze wel. Maar... dat had ik niet mogen zeggen. En na twee keer mocht hij eindelijk lid worden. Ja, Rienus heeft ook twee kinderen bij de voetbal. En dan staat hij langs de kant en je hoort hem niet. Je hoort hem niet. Hij zegt helemaal niks. Fijne wet. En dan heeft hij laatst nog eens een keer een uitstapje gemaakt met de supportersvereniging van de Netsen. Dat was heel gezellig, we waren in Nijmegen geweest. En toen waren ze nog een andere supportersclub tegengekomen. En die donderdag daarna sprak ik hem. Ik zeg, Rien, ik heb jou een paar dagen niet gezien. Ja, zit hij daar op zitten, jongen, ik heb 17 uur lang in de piste zat gezeten in Nijmegen. Ja, Paul, zit hij. Want zo noemt hij mij. Ja, voor een tijdje voelde je je niet op je gemak, hoor, zo'n kleine ruimte. En hij zei, na 7 uur mocht eindelijk weg. Ik ga op mijn jas aan en naar huis. Ik zeg, nou hoor, ik zeg, weet eindelijk is Rienus hoe een net zich voelt. Ik zeg, alleen als die weg gaat, maar die krijgt hij zelf niet terug. En dan op stap gaan, vindt Rienus ook mooi, hè. Leuk, jongen, de kletterjaar zo, en dan liefst met Jos Vierings, en twee goeie bij elkaar, hè. Kwamen ze thuis, de ene had zijn kop kapot, met een hersenschudding, je snapt het niet, en de andere die had een blauw oor. En dan iedereen bedenkt hoe dat gekomen is, want ik weet wel. Ja, als een beestelijke zuipen daar. Oh, feestelijk. En toen waren ze naar huis gegaan. En toen had Jos voorop gefietst. En toen had hij geroepen. Hé, hey, Rienus, ik laat ze los. Hij bedoelde natuurlijk zijn handen. En Rienus had er gelijk op geslagen. Puur stress, geen dank. Ja, jullie kennen wel Tony Cent, hè? Tony Cent, hè? Ja, dat is leuk, hoor. Zondag gaat ze altijd gitaar spelen in de kerk. En als het dan mooi weer is, dan daarna gaat ze denk ik boterhammetje eten, ik zie dat nooit. Of misschien eten ze wel warm, zou ook kunnen. Of gaan ze frieten halen, of Chinees, of bestaande pizza. Maar meer mogelijkheden zijn er bijna niet. En dan gaan ze gezellig met het hele gezin, gaan ze dan op pad. Vader en de kinderen, allemaal op kielers. En haar moeder op de fiets met een rugzakje erachteraan op de grond nagelang de toestand. Ja, moet je niet lachen, want het is eigenlijk het enige keer in de week dat het daar op rolletjes loopt. Ja.
Witlof, dat kunnen trekken. Dat weet iedereen. De kaak kunnen ook trekken. En ze zeggen wel eens, joh, wat heb jij een afgetrokken gezicht. Ja, Keert Zwinkels is een KI-opvangcentrum begonnen. Ja, om eerlijk te zijn, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Maar ik zou het liever voor de duidelijkheid een berenaftrekcentrum genoemd hebben. Ja, maar dat doet hij niet voor zichzelf. Hij schijnt daar de sperma van de beren op te vangen voor Tini Jansbeek. Oh, niet voor Tini zelf, hè? Voor de zeugen. Ja, wel duidelijk zijn, hè? Dat schijnt dat de eerste keer Tini had gezegd, Geert, het is heel makkelijk en dus niet moeilijk. Dus Geert stal in en Marij, die zit thuis op de bank rustig te wachten. En het duurde en het duurde. En 20 minuten later komt Geert binnen, zeg. Overal kapot, onder de stront, haar alles door elkaar. Nou, zei Marij, was het zo moeilijk? Nee, nee, zei hij, nee, zei hij, maar die beer op zijn rug krijgen. Ja, en Tini komt vaak in de stal controleren, hè. En dan gaat hij kijken hoe het met de beren gaat. En meestal gaat het beren goed. En ineens zag Tini iets aan een beer, hè. Dus hij kroop in dat hok. En op handen en voeten om eens goed te kijken hoe het met die beer ging. Toeval wilde dat Geert net in die hok ernaast net klaar was met die andere beer. Hij kroop dat hok in. Maar Tini is nu voor in die Jansbeker ligt. En gewend in zo'n stad is het nog wel donker, hè. Ja, meer mogen we niet maar Geert vertellen. Kennen jullie dat postbus 51 spotje? Dan zie je de camera zwenken naar een meertje en daar staat dan een jongen in, al een bloot bovenlijf, tot zover in het water. Dus je ziet net niks in zwembroek. En dan gaat die camera weer terug en dan zie je een strand en daar komt dan een meisje aan en begint zich uit te kleden. Op dat moment gaat die camera weer terug naar die jongen en die zie je dan net alsof hij zijn broek uitdoet. Dan zie je dat meisje weer het water ingaan en wat heeft ze op haar hoofd? Een condoom. Nou, Mieke en ik zijn heel erg gewend en we kunnen er ook wat van. Maar met zo'n ding op je hoofd, wat voor standje dan moet aannemen, dat moet werkelijk circus zijn. En als de jeugd zoiets ziet, dan moet het toch wel een keer misgaan, hè? Dat moet een keer misgaan. Wat zegt u, mevrouw? Ja, u bent zo'n geval in Elsendorp, ja. Ik ook. Dan heb ik nog als laatste een liedje, een ballade liedje. Moet u de droevige mededeling doen dat sinds 3 weken, denk ik dat het nou is, Tini Jansbeker bij ons gestopt is met actief voetballen. Hij wordt rustend lid. Ja, daar heb ik ook allemaal heel erg moeilijk mee. En wij willen ook eigenlijk, zoals eigenlijk toch, een liedje voor Tini zingen. Tini Jansbeker. Je glimlach is als een lentezon,
je stem is al zijn oud galop. En ik kan niet met je concurreren. Als gaat van jou in zijn slaap, hij huilt al zijn macht staan. En zo kan hij eigenlijk niet verder. Ze besloten zich op dit gebied nog meer te bekwamen. Dus kwamen de leden van de Raad van Elf in vergadering samen. Ze zaten aan de computer, gingen met een digitale camera op pad en zo verzamelden ze een schat aan informatie en dorpsgeest. Het resultaat mag er dan nog zijn. De avond wordt dus nu besloten. Dat spreekt inmiddels vanzelf, met de droomshow van de Raad van Elf. Kapel de Butemaarschaar. Mijn broer,
staan van Bergis. Pap. 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 Het zal toch niet zo zijn? Dat toch een tijdje. En welk restaurant is? Ik zie hem er staan. Dat is een eigen café. Dit zal ik eens even te maken. Maar ja, die droom die kwam echt niet uit. Van Balzen lekker nooit verwakker dan liggen. Ik laat er nooit in, dan kan er gewoon een bal tussen. Ik droomde eerst over mijn nichtje. Eigenlijk meneer Frans. Thank you.
Ik hou de rest en hou jij van Ron. En dan weet ik wel over wie dat ik droomde. Hey, Engelke, kijk eens om. Diagnose, nierstenen. Die slukt de laatste tijd ook nogal onrustig. Want die zit met zijn gedachten in 2000.
Sommige mensen raken nooit uit de kerk. Yeah.
zo'n honger in Elsner doelen op dit mens. Het is zelfs zo erg dat ze wel vallen. Ze stond al op de
99, de laatste van deze eeuw. Maar ja goed, alles is de laatste keer deze eeuw. Ik wil iedereen hartelijk bedanken die hier aanwezig is geweest. Want zonder publiek dan kunnen wij ook niks als de Pilbruders. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar het lekt ergens. Maar dat zal van de champagne van straks zijn volgens mij. Maar ik wil alle deelnemers, het is allemaal ons eigen volk hier uit de Pilbruderijk, wil ik allemaal nog een keer naar verder halen. Ik weet niet, de dansprietjes, de Spice Girls, denk ik dat niet meer hier aanwezig zijn. Maar de leiding is er nog wel, dus dan wil ik ook de leiding even naar voren halen. Een applaus voor de leiding, want die zijn heel erg goed aanwezig geweest. Die zijn goed weer opgetuigen en dat was wat dat betreft heel netjes. Dus de dames naar voren van de leiding van de Spice Girls. Er zit nog uiteraard onze prins. En er zit nog iemand langs. Ik weet niet wat er aan de hand is, kids, maar. Jan, je moet de gids naar binnen komen, want jij hebt nog een paar heel belangrijke taken te volbrengen. Dus Jan, kom zeg eens naar binnen. Jan de Meijer. Het leeft het spotlight stel allemaal, dus. Zit ik vangen, jongen? Dan mag weer op het schavot. Dus wie bent volgend jaar? Annie, waar ik wil komen! Dat is een speelwerker! Dat is Spice Girls van het jongere koor Rejoice. Een applausje voor. Hold on.
de Elsendurfse dorpsmuzikanten, oftewel de dames van de Peltruters. Meisjes, naar voren. De Hansen van de Veuren niet meer geparkeerd en die bril uit elkaar viel, maar ja, de mens Piet, die stond hier aan de zijlijn, dus alles is weer netjes geregeld. Het bijskunde Hans de Smit en Louis de Bruin. Een applaus! Ze hebben een nijbrilje op, dus ze zien het maar gelijk. En dat doet je ook. We hebben een brilje op, dus je ziet het op een scherm. Nou, het rad van dat, het paradijs, ik heb er net al gezet, er zit veel talent. Henkie van der Wijs en zijn assistenten en al die anderen naar buiten toe.
naar het paradijs. Het rad van dat. Ach jongen, Henkie, kom eens naar voren. Yeah.